Los van een toename in de transportsector en werkzaamheden op de A9 wordt volgend jaar begonnen met het project Zuid als dok. Dat betekent dat de ring deels breder wordt en ondergronds gaat, station Zuid op de schop gaat en er maar liefst 1 miljoen vierkante meter aan huizen en kantoren bij komt. Hey, we kunnen nu toch wel spreken dat er langzaam een crisis aan het ontstaan is op die Zuidas. En dus is het volgens Oram tijd voor drastische maatregelen. Norman voert gesprekken met CEO's om te kijken wat zij kunnen doen. Hoe reageren zij? Het begint eigenlijk met van ja, dat is een probleem van de overheid. En maar zo langzamerhand is men wel wakker geworden en ziet men dat dat een, echt ook een probleem van de werkgever is. Dat betekent dat je met je werknemers in gesprek moet gaan over wat kan ik als werkgever voor jullie betekenen. Een van de oplossingen is om de standaard werktijden aan te passen, zodat niet iedereen meer tegelijk begint. Had u niet wat eerder kunnen beginnen vandaag? Wellicht wel een goed idee van u, ja. Later? Nee hoor. Ik heb je niet in de file gestaan? Jawel, standaard elke dag. En dan kan ik ook nog langer uitslapen. Dat zou je wel zien zitten? Ja, op zich wel, maar ik denk niet dat het kan. Het veranderen van gedrag van mensen is best wel een ingewikkelde. Want mensen zijn gewend om 9 uur te beginnen. Die zijn ook gewend om 12 uur te eten. Of om het hele uur een vergadering te beginnen. Dus op een andere manier kijken naar processen en hoe wij onszelf gedragen. Dat is ook wel een interessante sociologische opgave. Andere ideeën waarover gesproken wordt zijn een autoverbod op delen van de Zuidas of mensen die carpoolen of met de trein komen financieel belonen. Echt concreet is het allemaal nog niet, al dringt de tijd volgens Norman. Ja, eigenlijk zou ik zeggen, hup, de auto uit. Ja, de auto uit. Maar waar dan in? Dat is dan al een goede vraag. Verkeerswethouder Pieter Litjens gaat de komende weken samen met Oram in gesprek met bedrijven op de Zuidas om over mogelijke oplossingen te praten.